Het verhaal gaat over Rudy, die komt uit de gevangenis en hij zoekt de mensen terug op die hij, die hij pijn heeft gedaan, waardoor hij eigenlijk in de gevangenis terechtgekomen is. En dan merk je dat hij eigenlijk... Dat dat nooit zal gekomen. En daarnaast staat er het verhaal over een, uh, een meisje van in de twintig die uh, haar studies betaalt door voor een webcam te zitten. En die eigenlijk uh, heel hard op zoek is naar zichzelf. En dat zijn eigenlijk een beetje twee gelijklopende verhalen van twee mensen die eigenlijk op zoek zijn naar liefde, maar die zoveel klappen gekregen hebben, dat, dat het een hele moeilijke zoektocht is.